de zorg verandert. En dat betekent dat ik me daar ook verder in wil ontwikkelen. Voor mij blinkt de deeltijd HBOV uit omdat ik de mogelijkheid heb om flexibel te leren. Ik kom mensen uit alle werkvelden tegen en ook van alle leeftijden. De jongste in de klas is 20, de oudste in de klas is 47. En het is gewoon ontzettend leuk om met elkaar samen te werken. De kennis die ik opdoe tijdens deze opleiding is toepasbaar in mijn werk. Op de kliniek eetstoornissen ben ik vaak bezig met klinisch redeneren. Ik ben me daar heel bewust van geworden dat het meer is dan alleen een probleem en symptomen op te noemen. Ik ben me gaan verdiepen in de literatuur, ik ben gaan leren onderbouwen en dat maakt het gesprek met zowel mijn cliënten als met behandelaren veel sterker. Mijn persoonlijke ontwikkeling richt zich op organisatorische vaardigheden. Doordat ik goed leer onderbouwen en me in de kennis verdiep, durf ik een stap vooruit te nemen, durf ik me kritisch uit te spreken, het gesprek aan te gaan met collega's en behandelaren en durf ik ook de rol van karretrekker op mij te nemen om nieuwe dingen aan te gaan en te implementeren. Het is ontzettend waardevol, maar ook vooral heel erg leuk om hetgeen wat ik op school leer mee te nemen naar de werkvloer. Ik kan andere mensen enthousiast maken en ik voel mezelf veel steviger in mijn rol als verpleegkundige.